Mevrouw Dobbe. Ja, dank u wel. En daar zou ik aan willen toevoegen, ook danken voor de beantwoording natuurlijk. Maar niet alleen maar het belang van mantelzorgers om onze zorg goed te regelen, maar ook onze zorgverleners om onze zorg goed te regelen. En ik zou toch, als het toch wordt teruggekomen op een later tijdstip op vragen van ons, dan zou ik toch wel nog een keer willen horen welk belang deze minister hecht aan zorgsalarissen en een fatsoenlijke beloning als het gaat om het oplossen van de zorgtekorten en wat daar dan aan wordt gedaan. Dan wil ik nog even heel kort hoor, want ik kan ook over bezuinigingen praten, maar daar zult u mij volgende week nog wel over horen dat die van tafel moeten. Maar toch over die private equity. Private equity investeerders zijn natuurlijk geen pro bono liefdadigheidsinstellingen of zo. Er wordt hier wel een beetje gedaan alsof het heel goed is dat ze geld in de zorg steken. Maar dat geld wat ze in de zorg steken wordt natuurlijk uiteindelijk betaald door de premiebetaler en door de patiënten. Dat is allemaal zorggeld. Daar wordt winst mee gemaakt, want elke private equity belegger die maakt winst. Daarom zijn ze aan het beleggen. En de Kamer heeft zich duidelijk uitgesproken voor een verbod. Dus wij hoeven niet te wachten op de wet voor integere bedrijfsvoering. Daar zullen we inderdaad heel goed naar kijken, want dat vinden we heel belangrijk. En er gaat nog een heleboel andere dingen mis. Maar de Kamer heeft zich al uitgesproken voor een verbod. Dat willen wij graag. En ik zou ook heel graag willen dat de minister dat toch zorgt dat verbod er gaat komen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Paulusma. Dank voorzitter en ook dank...